Ik ruzie met Bo. Dat is of wij drugs gebruiken en of in het echt heel arrogant zouden zijn. Victoria is vreemd gegaan. Ze is vreemd gegaan met Justin Kluiver. Of ik al heel lang een relatie heb. Of dat ik net een relatie heb. Ja. Ik kan me niet vertellen dat daar niemand zat met een scharrel of met nog een contact thuis. Heb jij ooit het zelf laten doen? Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik niet alleen, maar ben ik samen met Victoria. Hi. We gaan vandaag een Get Ready With Me opnemen. En ondertussen gaan we roddels bevestigen of ontkrachten. Ja. En deze heb ik gesteld op mijn Instagram. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben echt zenuwachtig. Ja. Want ik heb natuurlijk jouw video's gekeken. Je bent sowieso al heel erg open en eerlijk op je kanaal. Ja. Wat ik heel erg waardeer. Dat vind ik heel erg leuk om naar te kijken. Maar vind ik wel een beetje eng. Ja. Maar goed, ik heb er zin in. Snap ik. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven om mij te abonneren. En natuurlijk op Victoria de kanaal te abonneren. Ja. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Ook een moving. Ja, ja. McDonald's. Dus, we gaan ook voor Victoria een video opnemen. Dan gaan we lekker McDonald's eten. Ja. Nou, de eerste die voor ons allebei werd gesteld, was dat wij in het echt heel arrogant zouden zijn. Oh, dat weet ik niet. Ja, ik kan wel zeggen dat het niet zo is bij jou. Nee, maar we hebben elkaar natuurlijk al een keertje eerder ontmoet. Ja. Dat vind ik jou zeker niet echt arrogant. Nee, het was echt gezellig. Gepraat. Ja, zeker. Ik hoor wel van mensen die dichtbij me staan dat ik wel altijd bescheiden ben. Dus ik denk dat het niet per se... Ik denk niet per se dat ik heel arrogant ben. Maar ik kan natuurlijk wel zo overkomen voor mensen die me niet kennen. Ja, ja, dat heb ik ook wel, zeg maar. Ik kan best wel, zeg maar, als ik... Gewoon, als je mij niet kent, kan ik boos aan mijn ogen kijken. Ja, dus, ik zeg maar, het, vind het wel meevallen hoor. Ja, maar zeg maar bijvoorbeeld heel veel mensen in de buurt, die zeiden altijd van, oh, ik dacht echt dat je mij niet mocht. Oh, dat je dan, zeg maar, dan nooit hebt gesproken of zo. En dan spreken ze, oh ja, een hartstikke gezellige meid, weet je wel. Maar als ze dan je niet echt kennen... Ja, maar dat zijn wel vaak de leukste vriendschappen. Ja. Eigenlijk dat je me niet zo aardig vindt. Ja, echt hè. En dan eindstand klinkt het super goed. Ja. Op die manier, als je bijvoorbeeld niet kennen, zou best wel kunnen denken dat ik misschien arrogant ben. Ja. En ik zeg ook wel gewoon wat ik denk. Dat heb ik ook heel erg. Ja, zeker. Dat ik gewoon... jij bent ook super natuurlijk, wat ik net zei, super eerlijk in je video's. Ja, ben echt op dat gebied, boeit het me echt niet. Maar dat iedereen mag gewoon weten, ik ben gewoon mezelf. En als je me niet mag, dan mag je me lekker niet. Precies. En ik heb ook niet echt zo'n drang van, oh, iedereen moet mij leuk vinden of zo. Nee, toevallig had ik het laatst met... kan ik op zich wel zeggen met mijn ex over, met Siggy, dat ik heel erg een pleaser blijkt te zijn. Oh, ja. Dus dat ik eigenlijk bij iedereen het leuk probeer te houden. Ja. En ik weet niet of dat echt iets positiefs of negatiefs is. Ik denk dat het beide wel heeft. Voor jezelf misschien wat minder. Ja, en misschien, ik weet niet, ik pas me gewoon heel snel aan iemands gedrag aan. Ik spiegel iemands gedrag en daardoor kan ik het wel, zeg maar, makkelijk met mensen te vinden. Maar ik weet niet, ik hoor het gewoon vaak dat ik misschien dat je of zo. Dat je soms, dat je het liever hebt van, oh, die voelt zich op zijn gemak en dan voel ik me misschien wel zeker. Minder. Dat ook, dat heb ik wel echt geleerd, dat je ook gewoon als je een keertje echt niet heen wil of zo, dat je ook gewoon niet per se mee hoeft, want als je het niet graag wilt, dan zou je dan gaan. Klopt. Ja, nou, ik heb ook wel inderdaad dat ik echt met veel mensen kan opschieten. Ja. Ik heb echt niet snel van, oh, die haat ik, die haat ik, die haat ik. Ja, een makkelijke prater ben je ook. Ja, gewoon heel sociaal. Gezellig. Ja, ik hou echt van gezelligheid. Ja. Daarom nu in deze tijden echt, oh, ik mis het uitgaan zo erg. Ja, zo. Oh, ik ben dus echt heel saai, denk ik. Ja, ja, ik hou niet zo van uitgaan. Oh, wel in het buitenland, maar ja. Want jij bent natuurlijk ook in Miami geweest heel lang. Ik heb daar gewoond een periode. Ja. Dat was wel echt heel erg leuk, maar ik heb daar, ben er zoveel uitgegaan dat ik misschien nu... Het is heel erg leuk meer vinden. Hier valt het allemaal zo tegen. Ja, je moet dan heel erg lang in de rij staan. Of je jas ophangen. En weer 10 minuten wachten op je drankje. En dan ben je dronken. En dan, ik weet niet. Ik vind het gewoon gezelliger om misschien ergens te eten. En daar een drankje ook bij mensen thuis. Maar ik moet wel zeggen, nu het allemaal niet meer kan. En het al zo lang geleden is geweest, mis ik het natuurlijk een beetje. Ja, het is zo lang geleden. Nou, bij ons kon je zomaar in de buurt wel een soort van uit. Maar... Ja. Ja, het is gewoon een kroeg waar iedereen zeg maar heen gaat, maar dat is nu ook dicht. Ja, het is niet helemaal alles dicht. Ja, zoals vanavond is het laatste. Ja, ga je iets doen? Nee, ik weet nog niet, eigenlijk heb nog geen plannen. Nee. Ik heb echt geen idee nog. Wat mij ook heel vaak voorbij kwam, ik ruzie met Bo. Ik weet niet of je haar kent, maar dat is een van mijn beste vriendinnen. Blond meisje. Ja. Ken ik van je Big Bangs. Ja, klopt. Ja. Het begin van quarantaine, zeg maar, toen was ik heel veel met haar, want zij had geen school, geen werk en bla bla bla. Ja. Bo en Bo ken ik zeg maar mijn hele leven al en we zijn gewoon vrienden met elkaar.
Alleen, ja, ze is laatst heeft Bogen een vriend en ze werkt heel veel. Ze loopt stage en ja, nu in de horeca is dan dicht. Ja. Dus ik zag haar gewoon bijna nooit. En er is niet per se ruzie, maar we hebben wel een beetje conflict gewoon met elkaar. Van... Wat eerlijk dat je dat dan ook vertelt. Dat vind ik zo tof eigenlijk. Ja. Ja, ja, je zegt gewoon staan. Ja, kan het ook gewoon. En als, ja, als zij dit ziet, ik spreek er nu niet heel erg of zo, maar ja, als zij dit ziet, dit is ook gewoon hoe ik erover denk. En dat weet zij. Zij weet dat ik het jammer vind, want ik vind het echt jammer. En ik ken ons, we komen er 100% uit. Ja, want we kennen ons hele leven. Ja, die vaders die me ziet, zeggen van hé, zou maar dan kun je weer kunnen eten of zo, weet je wel. Dus gewoon even lastig. En soms heb je gewoon met vriendschappen dat het even botst of niet, of wel, ja. Dat is ook heel normaal. Ja. Ja, en iedereen gaat meteen haten op mij en Isabel. Van jullie sluiten Bo buiten. Ja, dit. Dat is niet het geval. Nee, dat is echt niet het geval. Nee. Of dat ik meer met Isabel zou kunnen opschieten. Ik kan allebei even goed met ze opschieten. Ja. Ja, en soms heb je een periode dat je er meer met de een bent. En een andere periode met de ander. En soms met z'n drieën. En soms ben ik er niet bij. Of ja, dat is weet je. Normaal toch? Ja, dat zijn vriendschappen gewoon. En kijk, ik kan het begrijpen. Want eerst was ze altijd in mijn vlog, altijd op de video's. Ja. En nu is dat opeens weg. Ja, ik snap het ook. Ik snap dat mensen zeggen... Dat mensen in ieder geval, waar is diegene, weet je wel? Die gaan ook een soort gehecht raken aan dat persoon dan. Ja, zeker. Maar ja. Dat heb ik nu bijvoorbeeld ook met Ziggy nu wij uit elkaar zijn. Zijn er toch wel mensen die hem heel erg missen in de vlog. Ach. Wat ik ook wel heel goed begrijp. Dus ze willen natuurlijk eigenlijk alles weten. En dat, dat begrijp ik ook. Hij was er eigenlijk altijd. Hij woonde een soort van bij ons. Ja. Echt zoals de vraag van, woont hij nu met jou en Lies? Oh ja. Maar ja. Dat, ja, dat is heel gek, maar dat, zo loopt het wel eenmaal. Ja. Ja, ik kan het altijd wel begrijpen, die vragen, maar soms moet je het gewoon even uitleggen en dan snappen ze het wel. Ja. Maar ja, die vraag kreeg ik echt heel vaak. En ik heb niet boeien of echt een ruzie met haar, maar het is niet dat we heel veel contact hebben, dat ook niet. En ik vind dat heel jammer en ik hoop dat dat weer komt en dat we er samen uitkomen. Ja, misschien ziet ze dit en oh, ik mis je ook. Ja, precies. Dan ziet ze hier gewoon een berichtje, dus dat is, eindelijk alleen maar beter om te zijn, toch? Goed voelt. Nou, de volgende vraag die ook echt vaak werd gesteld is of wij drugs gebruiken en of we dat vaak doen of met uitgaan of weet ik het allemaal. Jeetje, wat een vraag. Ja. Oké, nou. Ja, ik gebruik met uitgaan sowieso geen drugs. Nee. Dan gebruik ik gewoon. Ik ga niet uit, Ja. En soms op een festival heb ik het wel eens gedaan, Ik heb ook wel eens geëxperimenteerd, maar ik ben niet een hele... Heftige drugsgebruiker. Nee, zeker niet. Nee, ik ben echt saai. Ik weet niet. Ik vind een wijntje vind ik heel gezellig. Of weet je, ik ben echt niet vies van, maar ik ben eigenlijk saai. Die sfeer op zo'n festival vind ik zo gezellig. Ja, het festival is wel echt heel erg leuk. Gewoon dat je, het is echt een soort dagje uit. Weet je, dat is echt zo. Ga je even daar, ga je wat eten, ga je dit en dat. En ik kom zoveel mensen tegen altijd. Ik vind het zo leuk. Zeker. Dus dat mis ik wel echt. Ja. Ja, nou, deze is echt meestal van jou. Victoria is vreemd gegaan. Iemand in de vorige relatie is vreemd gegaan. Ze is vreemd gegaan met Justin Kluiver. Nou, allemaal. Ja, dit heb ik ook allemaal gekregen in mijn DM's. Oh ja. Op rolpagina's heb ik al gestaan. En, echt? Ja. Jeez. Weet je wat is? In vorige relaties zijn mijn exen daar wel vreemd gegaan. Maar tussen Ziggy en ik, niemand is vreemd gegaan. Zeker niet. Wij zijn eigenlijk uit elkaar gegaan. Omdat, dat heb ik niet eens in mijn eigen vlog heel diep verteld. Maar ik merkte eigenlijk dat ik toch nog best wel jong was. Mm-hmm. Na Love Island was ik... Ja, in, zeg maar na Love Island was ik een hele... onzekere periode en Ziggy heeft me daar echt uitgetrokken, waar ik hem heel erg dankbaar voor ben. Wow. Maar een jaar later ben ik, sta ik zo positief in het leven en besef ik me van ik ga nog zoveel meemaken de komende 5 jaar. Heel mijn denkwijze gaat nog veranderen. En die periode heeft hij al gehad. Ja. Waardoor ik dus hij is een stuk wat ouder. Ja, hij is 8 jaar ouder. Hij is nu 30, wordt hij toevallig morgen. En ik word deze maand 22. Ja. En ik heb onze leeftijd nooit echt een ding gevonden. Hij eigenlijk meer op het begin. Maar nu ik dus een jaar verder ben, besef ik me van, ik heb eigenlijk nooit gedate. Ik heb nooit echt, ik heb zoveel dingen nog die ik nog wil gaan doen. Oh, je hebt hiervoor natuurlijk ook al een relatie gehad voor Ziggy. Ja, en dat was een hele, ook een hele heftige, intense relatie in het buitenland. En ik weet niet, ik kreeg gewoon een beetje paniek. En daar ben ik heel eerlijk in. Ja. En daarom heb ik ervoor gekozen om in ieder geval een tijd alleen te zijn. Dat vind ik echt geweldig. Ik ben nu gewoon... Ik ben gewoon echt de tijd met mezelf aan het waarderen. Dat heb je gewoon zo nodig. Ja, vind ik gewoon echt heel fijn. Maar ik ben dan niet vreemd gegaan. En Ziggy is ook niet vreemd gegaan. En een ander persoon. Kijk, natuurlijk ga ik nog steeds met andere jongens om. Ja. En ik heb een hele leuke vriendengroep
overgehouden een paar maanden geleden. Waar ik nu heel erg close mee ben. Maar daar is niet iets van romantiek. Er zit helemaal niks van romantiek bij. Dus ik snap dat die roddels komen. Want het is natuurlijk ook een bekende persoon. Maar het is niet alleen voor mij vervelend. Maar ook voor hem. Ja. En ook voor Ziggy. Dus ik vind het wel een beetje vervelend nu worden. Omdat ik nu ook het gevoel heb alsof ik niet meer met andere mensen om mag gaan. En al was ik wel verliefd op iemand anders geworden. Heb ik daar toch eigenlijk ook het recht op. Ja. Want ik heb het toch uitgemaakt. Inderdaad. En juist, mensen willen graag wat ze willen horen. Dat geloven ze ook. Ja, graag. Zeker. Ik krijg echt berichten met ik heb je gezien. En je bent gespot. Nou, ik weet niet. Maar elke avond zit ik met Lisa op de bank Love Island te kijken. Ga ik ontzettend mijn bed. Ik doe verder niks. Weet je, waar zou ik gespot kunnen worden met iemand? Nee. Dus ja. Nou ja, en anders is dat ook jouw vrije recht. Ik bedoel, jij mag toch doen met wie, dat ook, zeg maar, wat doen met wie jij wil. Ja. En als mensen daar mening over hebben, prima. Maar aan het eind mag je gewoon doen wat je wil. Ja, vind ik ook. Maar goed, dat is dus ontkracht. Ja. Ik ben as single as a bird. Ja. Oh, lekker. Ja, ook wel lekker, toch? Ja, dan eigenlijk door de volgende vraag is of ik al heel lang een relatie heb of dat ik net een relatie heb. Hey. En ja, dat is wel waar. Heb je een relatie? Nee, wat leuk! Oh, ik loop helemaal te vertellen. Oh, wat veilig een single zijn. Nou ja, ik ben echt heel lang single geweest na mijn afgelopen ex. Oh, en dat had ik ook echt heel erg nodig. Ik had inderdaad ook heel erg nodig dat ik echt weer voor mezelf tijd nodig had. Ik hield totaal niet van mezelf. Ik was ook niet mezelf. En ik heb mezelf zomaar heel erg gevonden. Dat heb ik wel gehoord in je video. Dat je net eventjes een moeilijke periode had. Ja, en ik haat mezelf echt. En ik heb nu gewoon weer helemaal mezelf gevonden. En ik hou weer van mezelf. En ik weet wie ik ben. Ja. En hij heeft me daar ook echt mee geholpen. En hij is nog helemaal niet van social media en zo. Echt absoluut niet. Hij heeft één Instagram foto of zo. Oh, maar misschien ook wel even lekker. Ja, heerlijk. Ja. En ik wil hem sowieso nog niet op de vlogs. Nee. Want ja, dat vind ik gewoon. Ik wil gewoon eerst dat het echt sterk tussen ons is. Ja. Voordat ik goed. Het op internet zet. Maar ik zou ben echt. Kijk, bij jullie kwamen natuurlijk uit Love Island. Ja. En dan is dat natuurlijk allemaal openbaar. Ja, dan weet iedereen eigenlijk alles over je. Maar ja, dus, maar het gaat echt heel goed en ja, ik ben echt super gelukkig. Oh, dus fijn, ja, het is echt leuk. Ja. Dus het klinkt nu allemaal leuk, maar ik heb ook echt zo diep gezeten in de liefde, echt. Ja? Ja, verschrikkelijk. Ja, dat vindt iedereen wel. Ja, iedereen. Nee. Ik moet ook zeggen, ik ben nu wel single en ik vind het ook wel fijn, maar ik ben wel echt een relatietype. Ik kan me niet voorstellen dat ik dan de komende jaren niemand zal hebben, nee. Want je mist wel echt veel. Ik bedoel, we kunnen er wel omheen draaien, maar als vrijgezel heb je bijvoorbeeld geen affectie. Nee. Toch? Ga ik en nu al helemaal niet in. Je komt niemand nieuws tegen. En het was zo saai. Het is echt heel saai. Ja, en dan normaal kom je inderdaad gewoon nog een beetje mensen tegen. En Isabel en ik lopen heel tijd langs elkaar. Want toen had ik een relatie. Toen ging de dag dat het bij mij uitging, kreeg zij een nieuwe relatie. Ja. En letterlijk toen het bij haar sinds kort nu uit is, heb ik weer een nieuwe relatie. Dus we lopen heel tijd om elkaar heen. Ja, ik heb dus gewoon twee relaties achter elkaar eigenlijk gehad. Want ik heb tussen mijn eerste ex en tussen Ziggy heb ik eigenlijk niemand meer gezien. Nee. Of met iemand ben ik geweest. Dus eigenlijk in die paar maanden tijd was ik gewoon helemaal niet met jongens bezig. Als ik een beetje niet geschiet, ging ik meedoen aan Love Island. Nou, super leuke tijd gehad. Ja. Heel snel verliefd geworden en een relatie gekomen. Maar daartussen heb ik nooit met iemand gedate of niet eens volgens mij gezoend met iemand in een paar maanden. Gewoon heel de zomer lang was ik gewoon. Hij dan zit je er zo doorheen en denk je echt, fuck jullie allemaal, laat me met rust. Dat dus nu heb ik dan twee relaties aan elkaar gehad. Dus in een periode van 3 jaar. Dat is van mijn 18, 19 tot mijn 21ste. En nu pas ben ik eindelijk een keer single, maar ik vind het. En dan in deze tijd? Ja, ook dat. Maar er is ook helemaal niet zoveel aan. Nee. Het is chill dat je gewoon. Ja, soms kan het ook wel chill zijn. Je hebt gewoon geen gezeik aan je kop. Je hebt niet. Ja, maar van het single ik heb nooit gezeik. Nee, dat is. Ja, dat heb ik ook. Ik heb nog nooit ruzie met hem gehad. Hij is zo makkelijk. Hij is zo. Ja, hij maakt nergens problemen op en zo. En dat heb ik echt nodig. En de twee vorige exen die ik heb gehad, die werden best wel snel boos. En dan moest ik me weer verantwoorden, terwijl ik niks had gedaan. En dan allemaal, gezeik en zo. Maar wat vind je van het afgelopen seizoen van Love Island? Heel erg heftig. Dramatisch, maar wel echt heel erg leuk. Ja, geweldig. Echt leuk gedaan weer. Ik was zo in shock met dat Casa Amor. Ja. Ik was zo in shock. Ik denk, ik vond het heerlijk dat Fabienne terugkwam. Ondanks dat ik vind Raffaella een hele leuke meid. En ik was zeker team Raffi, maar ik vond het gewoon zo cool dat ze binnenkwam lopen. Het was echt een soort temptation. En dat lijf van haar is niet normaal.
Nee. Tussendoor. En zij sport niet. Sport niet? En zij... Hoe dan? Ik ben echt... Maar ook gewoon, ze is heel erg lang. En ja. Ik denk dat dat gewoon heel erg meewerkt. Maar gewoon, ze kwam echt binnen. Van. Heel cool, weet je ja, wel. Echt bam. Maar Casa Amor was wel een beetje inderdaad meer gericht op drama. En meer gericht op temptation. Dit seizoen. Maar daardoor zijn er toch wel weer... Daar word je bij... wel echt sterker door. Ja, bijvoorbeeld zeker. Mert en zo. Ja. Mert en Johnny zijn daarna zo dicht bij elkaar gekomen. Ja. En Gianni en Eilish ook. Ja. Misschien had Gianni dat echt een soort nodig, weet je wel. Ja, ik vind gewoon het... Ik was dus voor Gianni en Eilish. Want ik vind het heel mooi om te zien dat Gianni voornamelijk echt zo'n groei heeft meegemaakt in het programma. Ja. Hij kwam gewoon echt binnen als een best wel verlegen... Een jongetje en hij ging daar echt weg als een man. Ja, ja. Hoe hij over Eilish praat, ik vond het zo oprecht. Ik zag aan hun dat ze ook helemaal niet bezig waren met de camera. Nee. Ik vond het echt leuk om te zien. Ik ook. Ja, als voor Joan en Mert. Ja. Ja. Nou, ik was voor hun, zeg maar, ik was vanaf het begin van Joan en Mert. Ja, ik vond het ook. En ik vond ze zo leuk en ik vond gewoon het moment dat hij moest huilen, echt, hij had mijn hart gewoon. Ik moest zo hard huilen ook. Ja, ik heb ook gehad. Ja, echt. Van heel die aflevering moest ik huilen. Ja. Ook toen ook met Rafaella. Ja, toen moest ik ook echt huilen. Ik vond Johnny en Iris. Ik had op Joan en Mert gestemd, maar als we de Johnny en Iris winnen, zou ik net zo blij zijn. Ja. Zeg maar. Ja. Ik gun het ze allebei eigenlijk echt 50-50. Ja. Maar omdat ik hun gewoon al vanaf het begin. Ja, dan. Ja, was dat gewoon mijn nummer 1. Ja. Ik vond het trouwens wel echt zielig voor Iman. Ja. Ik vond haar zo leuk in het begin. Ik was dus eigenlijk voor Iman en Remco. Ja, want jij zei in het begin al echt de bestorie van, oh, ik vind het echt. Ja, van dag 1. Ja, zo'n spontane meid. En... Ja, ik vond haar echt geweldig. Alleen. Kijk, ik heb het natuurlijk zelf meegedaan. Ik keur het niet goed wat Remco heeft gedaan. Maar Remco is gewoon, met zijn verhaal is hij zo eerlijk geweest. Ja. Ik kan me niet vertellen dat daar niemand zat met een scharrel of met nog een contact thuis. De helft. Iedereen de helft. Gaat daar. Je bent in Nederland altijd met je bent drie bezig. Maanden van tevoren hoor je dat je mee gaat doen. Je gaat me niet vertellen dat je in de drie maanden niks van appjes of dat kan gewoon. Nee. Ik geloof er niet in. Klopt, want er kwam dus ook weer een soort roddel dat Verlien dus al iemand thuis had zitten. Terwijl ik dacht, dat kan toch ook gewoon. Het kan toch dat zij voordat zij wegging ook contact met een jongen had. Of ja, precies. Ik weet ook gewoon uit het allereerste seizoen, bij ons seizoen, ik weet gewoon mensen zijn op dates geweest. Maar alleen bij hem wordt het gewoon heel erg benadrukt en hij is er gewoon iets te eerlijk over geweest. Eigenlijk had hij het misschien, hij had het anders moeten aanpakken sowieso. Hij had het dan misschien in het begin moeten zeggen. Ja, dat sowieso. En niet moeten spelen voor in daar alleen in de villa. Ja. Of haar het gevoel te geven. Shit, ik heb wat reis bijna op, ik heb wel heel mee. Geen idee wat ik echt allemaal aan het doen ben. Make-up, ik heb echt... Remco. Ja, Remcootje. Oh. Ja, ik vind het echt gewoon... Zeg maar, hoorde geloofde ik het niet. Ik wilde het niet geloven, want nee, ik vond hem zo leuk. Maar... Ik denk dat ook gewoon... Het is natuurlijk een tv-programma en... Ja. Ze hebben het ook... Ze wachten zeg maar met het nieuws brengen net voor de finale. Heel dramatisch. Want Iman wist het zelfs ook al. Ja. Ja, weet je. Er wordt wel over gesproken, dus in principe hebben ze het goed gedaan. Love Island. Ja, zeker. Ze heeft wel weer voor kijkers. Ja. Ik vind het heel knap. Ze hebben het ook echt wel leuk gedaan dit seizoen hoor. Ja, zeker. Zeker. Vind ik ook. Ik vind het echt. Zeg maar, normaal is het echt hetzelfde, maar het was echt totaal weer anders. Dus ik vond wel, zeg maar dat komt misschien niet hetzelfde. Ben je gemaakt? Elke challenge is hetzelfde. Oh, ja. Zelfs op het finale, de dansleraren waren precies hetzelfde. Oh, echt? Dus alles, zeg maar, ja. Ja, ik ben dat allemaal lang weer vergeten. Ja, tuurlijk. Maar voor ons, dan denk ik van, wow, dit is exact hetzelfde. Ja. Als je dan die speeches gaat schrijven. Kussengevecht om de finale dag. Zo, natuurlijk, het moet gewoon. Oh, echt? Ja, tuurlijk. We gaan echt niet... Nee. Maar soms zie je ook wel echt dat het zo gespeeld is. Ja. Ik zie het meer gewoon als een soort serie dat je kijkt. Niet per se dat je echt naar iets reality iets kijkt, weet je wel. Want eerlijk is eerlijk, bijvoorbeeld net zoals Temptation en zo. Ze willen het natuurlijk zo echt mogelijk maken, maar dan is het niet leuk. Nee, dus, inderdaad. Ja, dan weet je, dus daarom was ook dat ene seizoen dat niemand wat deed. Daar gaan ze geen cijfers krijgen. Nee, niemand leuk. Nee, een andere was dat wij te veel naar de Mac gaan. Nou, ik ga dus laatst niet meer naar de Mac. Ik heb er zo'n zin in. Ja, we gaan zo meteen eens bedoelen. Ik was echt van de zomer bijna elke dag bij de McDonald's te vinden, zeg maar. En toen school weer begon en zo, dacht ik van oké, ik moet het echt normaal gaan doen. En toen heb ik het echt weken, denk ik misschien 2 maanden niet op. En dan alleen afgelopen weekend ben ik er 1 keer geweest. Dus ik heb er ook zoveel zin in. Ja, ik ook. Heerlijk. Ja, ik ben dus een beetje, toch wel een beetje gezond. Ja, en ben ik gaan sporten en zo. Hè? Ja, ik ben wel echt elke dag gaan sporten. Ook echt verschillende dingen, boksen. Ja. Gewoon krachttraining, maar ook van die groepslesjes. Ik vind het ook echt heel erg leuk.
Ja. En ik eet daarnaast wel nog echt alles wat ik wil. Ik heb ook echt een verslaving aan pasta gecreëerd. Dat is echt mijn lievelingsgerecht. Eerst was het sushi, maar nu is het echt pasta. En McDonald's elke keer... Het komt ook wel een beetje door Lies. Want mijn huisgenootje Lisa is dus echt super gezond. Oh ja, ja. En dat is chill. Zij houdt dus niet van McDonald's. Ja. Dat ik denk, maar hoe kan hoe dan? Hoe dan? Ja, ik had een vriendin die elke avond zei, hey, ik rij langs huis even naar de Mac. Weet je wel, ik kan daar geen nee tegen zeggen. Ja, dat had ik vroeger ook. Ja, dus ik kan niet zeggen, nee, ik blijf thuis, weet je wel. Ja. Dus dan ga je toch weer, dan zeg je, ik ga een ijsje halen, maar dan bestel je toch gewoon een heel menu. Ja, ik vind een ijsje, als je naar de Mac gaat voor een ijsje, dat is toch niet waard? Nou, ik ben sowieso niet echt een ijspersoon. Ik ook niet, ik hou zo niet echt van zoetige dingen, shit. Ik heb wel, weet je wat echt mijn guilty pleasure is? Nou? Oh, heb je wat staafjes nodig? Ja. Mijn guilty pleasure is chocoladepepernoten. Ja? Daar kan ik niet van afblijven. Als ik dat in huis haal, zijn ze ook weer echt binnen één dag op. Nou, ik heb dat echt te vaak gegeten in mijn leven, denk ik. Ja, ik ook. Ik kan het niet meer zien. De pepernoten. Ik hou ook echt niet... Ik hou wel van chocolade. Het enige wat ik echt lekker vind zijn van die blauwe M&M's. Oh. Blauw, hè? Ja, blauw. Eindelijk. Iemand die ook blauw lekker is. Isabel zegt zo, dit vind ik echt de vieste M&M's. Ik zeg, dat zijn juist de lekkerste. Ja, dat is echt zo. Geen rol, maar hoe kennen jullie elkaar? Eigenlijk veel. Die weet toch? Ja. Nee, we kennen elkaar natuurlijk een beetje van YouTube. Maar we kwamen elkaar tegen op het strand. Dat jij een soort van dubbel deed. Ja. Ja. En toen was ik daar met mijn vriendinnen. En toen zeiden we van... En wij kennen jongens. Ja. Want dat zijn collega's van Lisa en mij. Ja. Bij Café in City. Dus, en toen, ja. Die jongens waren echt al een kwartier weggelopen. En wij stonden maar te praten. Ja, stonden maar te kletsen. Het was zo gezellig. Dus wij hadden echt niet door dat de jongens al lang weg waren. En die jongens stond op ons te wachten. En die dacht echt, komen jullie nog? Of blijven jullie hier? Precies. Ja, dat was echt gezellig. Dat was wel echt heel gezellig, ja. Ja, dat was echt leuk. Oh, maar dat was zo'n leuke dag. Ja? Oh, dat was zo gezellig. Daarna zijn we nog geweest aan het eten. En toen zijn we allemaal kroegen ingegaan. Amsterdam in. Nou, ik weet echt niks meer. Oh, ik kwam om 5:30 een keer thuis in de ochtend. En nou, het was... Ja, dat is ook wel... Maar Isabel heeft daar wel corona opgelopen. Maar ze had al corona. Ze vertelde toen dat ze al corona had gehad. Dat was een andere keer, dat was toen we die jongens hadden ontmoet. Oh, oké. Okay. Zeg maar, ja. Toen had ze corona, oh ja, dus dat was niet toen. Ja, ik heb ook corona gehad. Oh ja, je hebt ook in quarantaine gezeten. Ja. Ja. Ik mocht dus uiteindelijk eerder uit quarantaine, omdat ik het had. Heel raar. Ja, dat had Isabel ook. Ja. Toen moest ze haar huis uit en de familie moest nog in huis blijven en ik ook. Ja, want eigenlijk moest ik 10 dagen in quarantaine en toen hoorde ik dat ik corona had. Zei ze, nou, over een week mag je weer buiten. Ja, als je klachtvrij bent. Ja. Maar had zij het heel heftig? Nee, helemaal niet. Ze was half dag... Echt koortsig, zeg maar. En ja, verder een beetje hoesten en zo. Ja, ik had het ook. Ik had geen koorts, maar wel gewoon een beetje snotterneus. Ja. Hey, ik ben, hoe ver ben jij? Ja, ik ben wel klaar bijna. Oh nee, ik niet hoor, maar wel bijna. Oh ja, ik moet even lipstift nog en zo. Nee, ik ben ook bijna klaar. Nou, dan hebben we goed getimed. Is er nog een goede roddel? Oh ja, dat jullie wel eens Photoshop gebruiken op Insta-foto's. Oh ja, doe ik. Ja, ik ook. Ja, we hebben niet over liegen. Nee. En daar wil ik ook altijd heel eerlijk over blijven. Ik zeg altijd op Instagram wil ik altijd wat mooiere foto's. Mm-hmm. Op YouTube ben ik altijd hoe ik echt ben nu. Ja. Zonder make-up. Op Instagram... Op Instagram wil je gewoon een perfect plaatje laten zien en dat doet iedereen. Ja, dat doet iedereen. Maar aan de ene kant ben ik het er niet mee eens. Aan de andere kant doe ik het zelf. Dat zou het heel erg goed zeggen als ik erop ga zeuren. Klopt. Maar ik wil er wel altijd eerlijk over zijn. Photoshop, ja. Wat is Photoshop? Vroeger heb ik mezelf echt dunner gemaakt. Dat doe ik dus echt niet. Nee, dat doe ik ook niet. Want dat zie je gewoon vaak. Maar bij jou is dat ook echt niet nodig. Nee. Ja, je hebt zo'n mooi lichaam. Thanks. Ja. Nee, maar... ik maak mijn, als ik een puistje heb, haal ik het echt Of we wat egaler maken. Ik maak de achtergrond maak ik altijd witter als ik voor de kamer sta. Ik gebruik een filter, weet je wel. Ja, sowieso filter. Ja, zeker. Ja. En de story wel valt het mee. Bijvoorbeeld ik vind die filters die ze gebruiken altijd, ziek, vind ik wel heel heftig. Gewoon alsof je zo'n verbouwde kop hebt. Gewoon. Maar ik vind het soms echt heerlijk, want dan zie ik er niet uit, denk ik. Ja. Maar weet je, aan de andere kant denk ik ook wel iets van... Op een gegeven moment, iedereen weet toch wel dat die filter zo nep is, ja. Ja, maar en toch, Toch, ja, zijn er wel... Ja, natuurlijk zijn er jonge meiden die dat zien en denken, oh, ik wil dat ook. Ik denk ook opeens lipfiller of zo, weet ik veel. Ja. Groene ogen. Dat ik heb jij eigenlijk ooit zelf laten doen? Mijn gezicht niet. Nee. Oh, een keer een borstlift, toch? Ja, dat ik heb een borstlift laten doen. Ik wil misschien wel ooit een keer proberen, maar ik weet niet goed wat. En
Nee. Het is, ja, ik word er ook een beetje door geïnfluenced als ik hard ben. Ik zou het anders niet eens weten. Heb je het niet ook aangeboden gekregen? Jawel, fillers en van alles. Ja. Ja, maar ja, ik heb ook nog nooit wat te laten doen, maar ik weet ook niet of ik dat zou willen. Ik denk dat mijn moeder me doodschiet. Ja. Ja. Dat is helemaal niet nodig, ik heb het allemaal niet nodig. Nee. Maar nou, ik heb wel een keer, ik ga niet haar naam zeggen, maar een meisje gezien in het echt. Toen ging een vriendin van mij ging met haar drinken, toen ging ik ook en toen kwamen we elkaar tegen. Ja. En op Insta was ze echt zo mooi en zo perfect en zo dun. En toen zag ik haar in het echt en toen schrok ik me dood. Maar daar schrik ik dus soms in. Ik schrok me dood. Ik denk, je lijkt hier niet eens op. Ja, maar daar ben ik dus echt bang dat soms mensen het over mij denken. Nee, helemaal. Lijkt op foto's. Ja. Oh. Bij jou lijkt het net of er niks veranderd is. Maar dat vind ik heel fijn. Ja. Ja, maar dat heb ik bij jou ook. Oké, okay, ja. Beter. En dat is ook top, want daarom, ik zou nooit mijn hele lichaam of mijn gezicht naar verbouwen. Want nee. Op foto's, want dat ga je zien. Ja. Mensen hebben het door. Nou, ik schrok me gewoon dood. Ik denk, met wie is zij? Dit is zij. Ja, dat heb ik ook wel vaker gezien hoor. Ja. Ja. Ja, ik vind dat heel heftig. Dan denk ik van, hoezo zou je dat willen? Want wat is Instagram nou? Dan zoekt iemand je op Instagram op. Dan zeg je van, wat zullen we wel doen? En dan zie je elkaar in het echt. En dan is het echt van, oh. Ja, daarom heb ik nog nooit zo'n date gehad of zo. Nee. Ik heb nog nooit een date gehad met iemand die ik niet kende. Nee. Ik zou het zo gemakkelijk vinden. Ik ook. Ik snap niet hoe mensen, zeg maar, kunnen daten via Instagram. Nee. Of via Tinder. Ik zou dat zo awkward vinden. Ik zou echt mijn broek gewoon. Ik zou het zo eng vinden. Ja. Ik ben echt een sociaal persoon. Ja. Maar op dat vlak, zeg maar, als ik iemand in het echt zie en ik voel die vibes van meteen gezellig, ben ik echt gezellig. Maar als ik niet weet hoe dat persoon is, zou ik me helemaal druk maken met oh, Marcel is awkward. Ja. Ik heb zeg maar, als ik iemand leuk vind, dan word ik opeens heel verlegen, durf niks te zeggen. Mm-hmm. Dus dan ben ik opeens super awkward. En als ik iemand gewoon niet per se die ademingskracht heb, maar wel gewoon gezellig, dan kan ik gewoon, hey, ja, weet je, alsof we elkaar kennen. Ja. Maar als ik echt close met iemand word, dan neem ik dan wordt het juist awkward. Ja, maar dat is zo kut. Maar dat is ook bijvoorbeeld dat ik dan met mijn vriend, dan op een gegeven moment merkt iedereen dat we elkaar leuk vonden. En wij zelf wilden het niet echt toegeven aan elkaar. Maar jij hebt echt officieel. Ja. Het wat leuk. Hoe lang? Ja, het is nu echt officieel 1,5 week pas. Okay. Zo leuk. Die kalverliefde is geweldig. Ja, het is nu echt heel alsof je op de hoogste roze wolk zit, zeg maar. Echt leuk. Echt heel leuk. Maar ja, toen in het begin, toen kon het echt niet toegeven aan onszelf. Nee. En nee. En iedereen zag het al lang. Maar op een gegeven moment durfde ik gewoon bijna niet eens meer bij hem te zitten. Omdat mensen dan dachten van, zitten we weer, weet je wel. Dus op een gegeven moment, toen sprak ik er bijna niet eens meer als ik hem dan zag als ze met vrienden of zo waren. Hij zit in een grote vriendengroepje. Ja, klopt. Ja, het is wel heel gezellig allemaal. Ja. Maar ja. Leuk. Leuk om te horen wel. Ja, het is wel echt heel leuk. Maar ik heb het nog nooit gezegd, dus nu weet iedereen. Oh, ja, niet in de eerste. Oh, ja. Top. Ja, maar ik had gewoon voor mezelf voorgenomen, weet je, als iemand het vraagt of ik krijg er een vraag over, dan zeg ik wel gewoon ja. Ja. Want ik wil ook niet dat mensen denken dat ik single ben, want dan gaan alle jongens weer in die DM's leiden. Daar heb ik er helemaal geen zin in. Nee, precies. Nou, dat doen ze waarschijnlijk toch wel, want ze hebben toch scheid, maar ik ben helemaal klaar. Ik ook. Wat heb je gedaan met je look? Oh, ik dacht, wat heb ik gedaan? Ik zal alles wel een beetje in de beschrijving zetten, want dan ga je het komende vragen over. Nou, ik heb gewoon een beetje mijn dagelijks make-up gedaan. Ik heb dan nu lipstift op, dat heb ik normaal niet. En een beetje oogschaduw heb ik soms. Ja, mooi. Ja. Leuk. Oh, ik heb, ik heb van, ook hetzelfde, gewoon een beetje oogschaduw. En ik heb een lippenblootje met lippenbalsem. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, deze komt zaterdag gewoon uit, toch? Ja, ik denk dat ik hem zaterdag doe. Jij? Zondag. Dus. Ja, want ik heb of zaterdag of zondag. Dat doen we zondag. Hoe laat? 4 uur. Ja, 4 uur. Goed. Dus dan staat nu ook de mukbang online op mijn kanaal, dus mocht je die willen zien. Ja, de mukbang staat ook online. Jij zegt mukbang, hè? Is het meestal mukbang? Ja, ik krijg zoveel haat over altijd mukbang. Het is volgens mij mukbang, maar ik zei altijd ook mukbang. Mukbang, mukbang. Nou, in ieder geval, die staat ook wel aan. Lekker McDonald's. Dus heerlijk. Ja. Vergeet zeker niet haar video te checken en haar kanaal. En dan duimpje omhoog inderdaad. Abonneer. En dan zie ik je volgende keer weer. Doei!